Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. Ik had al tijd over, ik heb ook nooit tijd over, maar kom. Maar ik werd eigenlijk geroepen om een video te doen voor tweelingvlammen. Dus dat wil zeggen, als jij naar die video kijkt en jij herkent jezelf in het stuk rond het zijn van een tweelingvlam, dan is dit al een eerste puntje waar dat je mag voor in deze video blijven. Om naar deze video blijven kijken. En het tweede stukje was wanneer dat je op dit moment, op dit punt in jouw reis van jouw ziel terug naar jouw ziel, dat jij in een soulmate-connectie bent. Dat kan zijn dat je bijvoorbeeld in een relatie bent met een soulmate. Het kan zelfs zijn dat je, zoals in mijn geval een aantal jaar terug, dat je gehuwd was met, of bent met een soulmate. En de reden daarvoor is omdat ik voel dat er heel veel onduidelijkheden en zekerheden, onzekerheden zijn. Als zijnde een tweelingvlam en wat het betekent om dan in een soulmate-relatie te zijn. Zeker als je zelf ook al weet wie of wat, niet wat, maar wie, dus hij of zij, wie dat jouw tweelingvlam is of dat je een licht vermoeden hebt. Dan werd ik daarvoor geroepen of werd ik geleid om een reading voor jullie te doen. Dus voor tweelingvlammen in een soulmate-connectie. En let op, het kan een connectie zijn waar je inderdaad een gevestigde relatie hebt. Hè. Zoals ik zeg, van jullie hebben het uitgesproken in een relatie hebt. Of jullie zijn al jaren samen. Of jullie wonen samen of wat dan ook. Of het kan zijn dat gewoon iemand is die op je pad gekomen is. Om samen een aantal lessen ook nog mee te leren en tijd door te brengen of wat dan ook. Dus het belangrijkste dat we altijd hebben, zeker ook als tweelingvlam, maar eigenlijk ook voor iedereen, is dat we weten en vertrouwen dat de mensen die op ons pad komen, dat die altijd voor ons hoogste goed zijn. Zeker wanneer dat contact met hen op een goede manier en positief aanvoelt, dan mag je er ook op vertrouwen dat daar in die relatie, dat je daar dingen zal uithalen. In die zin dat je daar dingen zal leren. Dan ga je misschien ontdekken dat iets bijvoorbeeld zoals ik gehad heb rond relaties, rond onvoorwaardelijke liefde, op welke manier dat zich dan gaat gaan materialiseren. Maar ook van dat je als tweelingvlam ook een karmische partner kan zijn voor iemand anders zijn tweelingvlam. Dus het is niet zo zwart-wit, zoals wat we soms zouden willen om het veel te gaan verklaren vanuit die controle. Dus daarom is deze reading er. Dus ik heb de Oracle of the Seven Energies van Colette Baring Reid. Dus dit deck. Om mee te starten. En het eerste wat ik kreeg is Sacred Reverence. Dat is een 11, dus 47. Ik moet altijd wennen aan die kamer. 47 en Sacred Reverence. En je ziet hoe dat die twee harten, en dat is een kaart, als je mijn reading gezien hebt de laatste dagen, de laatste weken, deze kaart komt er voortdurend uit. Dus we zijn echt nog dieper aan het zakken in. Die hartsverbinding in dat eenheidsbewustzijn en letterlijk dieper aan het zakken om hoger te stijgen, zodanig dat we leren dat en alles, elk obstakel op ons pad, elke les dat we leren, is er eigenlijk met als doel om ons nog dichter bij dat hogere bewustzijn te brengen. Om dat eenheidsbewustzijn, dat diamantenbewustzijn nog dieper te gaan integreren. En dus de boodschap hier ook voor tweelingvlammen die in een soulmate-connectie zijn, gelijk op welke manier dat het dan ook zich vorm heeft of welk soort relatie. Eigenlijk de reden waarom je naar deze video kijkt. Omdat de titel ook is Tweelingvlam en Soulmate-relaties. Die persoon, het gaat over deze relatie, over die persoon. En die heeft jou ook, is ook in jouw leven gekomen om nog veel meer dingen te leren rond zielsconnecties en rond onvoorwaardelijke liefde, zoals ik daarnet gezegd heb. En dan een tweede kaart is A Burst of Magic. En ik was aan het kijken wat het op stond, omdat ze ondersteboven eruit gekomen is. A Burst of Magic is een 48 kaart, is 12. Eigenlijk op net 11 is 12. En dat is omgekeerd. Waarom? Omdat door het zijn in die zielsconnecties met de soulmate, met een hoge trillende soulmate, dan ga je ook heel veel dingen ook weer in de spiegel zien over jezelf. Maar
omdat dat nog van een ander niveau, van een ander level is dan een tweelingvlamconnectie, ga je niet altijd het gevoel hebben van wauw, dat is hier echt magic. Zeker als je jouw één tweelingvlam al ontmoet hebt en dat je die verbinding al gevoeld hebt, dan ga je merken dat geen enkele soulmate in staat is om diezelfde magic, om diezelfde schwung, om diezelfde verbinding, die diepheid, die overweldigende, overwaardelijke liefde, om dat op dezelfde manier te ervaren. En dat is oké. Okay. Dat is oké, okay, dat is heel normaal, door het feit dat het gewoon ook een ander soort zielsconnectie is. Maar tegelijkertijd wordt het ook gevraagd om open te zijn, om ook in die relatie, de magie van alles en de magie van vooral jezelf. Want kijk, kan je zien, daarom heb ik het ook gedraaid, daar van boven, hier, die is een persoon. En je ziet ook die verbinding met de bovenste, met de energie. Dus vanuit kroonchakra en dan naar het hogere zelf. Dus zeker zielsconnecties, zoals soulmates, die komen op ons pad. Die zijn iets soepeler, iets moeitelozer. En die helpen ons om op een veel zachtere manier lessen te leren. Waarbij dat wij tweelingvlammen natuurlijk gewoon heel ruw getoond en gespiegeld wordt waar dat je wonden zijn. En dus soulmates komen in ons leven om dat iets aangenamer te maken. Een soulmate kan evengoed ook een vriend of een vriendin zijn, waar dat je een hele goede vibe mee hebt, waar dat je een hele goede flow mee hebt, waar dan dat die jullie energieën heel in sync lopen. Dus dat kan ook zijn dat je daarvoor naar deze reading kijkt. Hè. Dus het hoeft niet per se een romantische of seksuele relatie te zijn. Zeker niet. En dat is ook een kaart, de volgende 21. Exposed and Revealed, die in een van de laatste video's naar boven gekomen is. Ik kan me niet herinneren welke, maar ik weet dat die wel naar boven gekomen is. Of was het in een van de. Ik dacht dat die van gisteren was, maar ik ben niet meer zeker. Maar ik heb ook een aantal persoonlijke readingen gedaan, dus ik ben even de taal kwijtgeraakt. Maar het maakt niet uit, want wat wordt hier weer getoond, dat die zielsconnecties, die soulmate, er ook is om. Oeps, mijn microfoon. Om diepere schaduwen ook te gaan aankijken, om echt naar binnen te gaan. En je ziet ook dat oog, die persoon, zie je ook in dat oog helemaal ineengedoken, zoals we in de yoga die kindpose zeggen. En om vanuit jouw derde oog en vanuit die verbinding eigenlijk naar binnen te gaan kijken. Niet zozeer van voortdurend naar de buitenwereld te kijken om antwoorden te zoeken, maar naar binnen te gaan. Kijk naar binnen, kijk met je innerlijke oog en ga naar binnen. En dat is hetgeen we dat deze dergelijke zielconnecties eigenlijk ook ons een stuk in begeleiden en een stuk in uitdagen. Ik ga eens de Syrian Starseed Tarot gebruiken. Dat zijn hele grote kaarten. Om je maar een idee te geven voor degenen die dat niet kennen. Kijk, dat is ongeveer even lang als mijn hand. Dus het is niet zo gemakkelijk om die te gaan schudden. Dus dan doen we dat hier op de tafel. Voilà. En dan, wat is de energie van de connectie? Oké. De energie van de connectie. En we filteren als eerste uit de Nine of Challenges. De Nine of Challenges is de negen van bekers en heeft te maken met die vervulling. Met de volledige vervulling op elk vlak, maar zonder het stuk waar je iemand anders nodig hebt om je bekers te helpen vullen. Dus je bent in staat om vanuit die verbinding met de bron, zoals je hier eigenlijk ook gewoon heel mooi ziet, om je vervuld te voelen, om je blij te voelen, om je gelukkig te voelen. Dus de energie van de connectie op dit moment, of wanneer je nu naar die video kijkt, gaat dus over die diepe vervulling. Leren om zelf je eigen bekers helemaal te vullen. En ik weet nu niet of je dat goed kan zien. Je ziet hoe dat die persoon echt diep vervuld is en blij is, als het ware, met de dingen dat hij, of hij, in dit geval hij, in zijn leven gecreëerd heeft. Dus dat is de energie van de connectie. En wat krijgen we dan? De Seeker of Challenges. Dat is eigenlijk niet de koningin, maar eigenlijk de leerling wanneer dat het gaat over emoties. Dus het staat omgekeerd. Ik ga het zo tonen.
En waarom? Omdat we eigenlijk allemaal globaal en collectief gezien aan het leren zijn om die vrouwelijke energie, om de geheelde vrouwelijke energie nog veel meer te gaan belichamen. Om vanuit die geheelde energie ons leven gaan vorm te geven. En daarom komen ook soulmates op ons pad. Niet alleen in romantische relaties, maar ook gewoon in vriendschappelijke relaties. Maar ook als jouw coach bijvoorbeeld, ook als healer, ook als een collega, ook gewoon iemand die langskomt en jou een blik vanuit die liefde en vanuit die waardering oep, en compassie geeft. En dat is hetgeen wat we ook allemaal aan het leren zijn. En dus daarom kregen we inderdaad die soulmates op ons pad en kregen we inderdaad een soulmate waar dan nou een hele goede vriendschappelijke relatie hebben, een soulmate waarin dat je kan mee verbinden op werkvlak, een soulmate waarin dat je kan mee kan al dan niet een romantische relatie aangaan. Ik ben even eventjes afgeleid omdat hier een politieauto stopt. En ik was aan het kijken waar dat hij gaat, waar dat hij moet zijn. En dan de laatste kaart die verbonden is met de connectie is de Two of Orbs. De Two of Orbs, dat is verbonden met gedachten. Dat is verbonden met keuzes maken. En dat is natuurlijk het stukje, zeker als tweelingblad, wanneer je in een soulmate-relatie nog zit, dus een romantische relatie heb ik dan wel, dan heb je altijd het gevoel dat je moet keuzes maken, dat je zelf moet bewaren of vrijhouden voor jouw tweelingblad. Maar dat is net niet. Want er komen soulmates op je pad die jou gaan helpen om lessen te leren, zodanig dat je die lessen niet meer hoeft te leren met jouw tweelingblad. Want zolang dat jullie niet samen zijn, zogezegd, als tweelingblad, of waarin dat er geen tot weinig contact is, dan is het iets moeilijker om bepaalde lessen te leren. En dan, daarom komen dan eigenlijk ook die soulmates op ons pad om ons daarin te ondersteunen en om ons daarom verdere lessen te geven. Nu, ik wil eens kijken wat dat eigenlijk de schaduwen zijn, wat dat we in dit, op dit moment, wat dat jullie als tweelingvlam in de soulmate-connectie rekening mee kunnen houden. Wat is de onbewuste schaduw? Is eigenlijk wel grappig om ik ben bezig met al in te pakken omdat ik eind deze maand ga verhuizen. En mijn poezen zitten constant in de dozen. Net alsof ze er alles weer opnieuw gaan uithalen. Gelukkig kunnen ze dat niet. Ja, onbewuste schaduw. Onbewuste schaduw, vertwillingvlam en soulmate connecties. Onbewuste. Oeps. Ja, dat is wat ik hoor, want de kaarten zijn constant all over the place. Ze vliegen gewoon erover. Dus wat ik hoor is dat het belangrijk is om als tweelingvlam in een zielsconnectie om jouw focus en je energie niet te versplinteren. Dus niet met duizend en één be dingen bezig te zijn, maar om echt te focussen op het hier en het nu. Om echt ruimte te maken voor jezelf in deze connectie en enkel die dingen te doen die goed voelen voor jou. En dus niet als je bijvoorbeeld nog niet gehuwd bent of zo, dat is iets anders natuurlijk. Dan kan je niet plots gaan zeggen, ik ben niet meer gehuwd en dat is iets anders. Maar om er zo min mogelijk labels te proberen op te kleven. Want labels gebruiken we vaak vanuit controle, omdat we dan weten van, ah oké, als we uitgesproken hebben en we een relatie hebben, dan zijn dat de spelregels. En dat is net hetgeen dat tweelingvlammen eigenlijk hier anders komen doen. Dat ze volledig losbreken van die templates en volledig loskomen van al de gemaakte zogezegde afspraken. En dat is hetgeen dat we ook nu weer krijgen. Dus het onbewuste, en dat is de reden ook waarom dat je een soulmate-connectie bent, is eigenlijk omdat het te maken heeft met leren die balans houden. Leren keuzes te maken die goed zijn voor jou, zonder jezelf aan de kant te schuiven, omdat je denkt dat je dan meer aandacht of liefde gaat krijgen van je partner of van die soulmate. En dus het is belangrijk om, zoals ik daarnet ook gezegd heb, je leven niet te laten bepalen door vaste templates, door omdat anderen het zo altijd gedaan hebben. Kijk, en dit is ook een elf, oeps, waar is het weer? Hier, voilà, een elf kaart. Dus ook weer een bevestiging dat je inderdaad op het tweelingblad tweelingvlam pad, maar dat was een moeilijk woord, aan het lopen pad. En soul identity.
Dus de reden waarom dat die persoon nu in je leven is, is omdat die jouw één afkomstig is van dezelfde zielenfamilie. Dat kan zijn zielenfamilie, dat kan zijn sterrenfamilie. Maar jullie hebben dus sowieso verbindingen in dit of in vorige levens. En dit door de verbinding die er komt tussen jullie als energieën, dan wordt er ook weer codes uitgewisseld. En dat maakt dat je meer en meer in staat zal zijn om te gaan voelen wat dat betekent om je authentieke energie te zijn. Om jouzelf te zijn in relaties. En dat is hetgene wat we oefenen met soulmates. Dat is hetgene wat we oefenen in verschillende soorten relaties. Vooral hier dat we het uiteindelijk ook gaan toepassen in onze tweelingvlamconnectie. Want dat is door het feit dat onze tweelingvlam de geascendeerde versie is van jezelf, is dat het meest uitdagende wat er is. Want het is ook weer het stuk waarin dat jou terugbrengt naar jezelf, naar je blauwdruk. En dan de laatste kaart in verband met de schaduwen is de sterrenkaart. Potentieel lag ondersteboven. En ik voel ook nu dat dit belangrijk is om het op die manier ook te tonen. Waarom? Omdat deze kaart eigenlijk verbonden is met succes. En je ziet dat hier ook staan: succes, gelukkige einde en veelbelovende beginnen. Starten, beginmomenten. Nu, waarom ligt dat ondersteboven? Omdat de relatie die je hebt met je soulmate is gewoon een volgende stap in jouw proces. Terug naar jouw eigen ster, terug naar jouw eigen bron. En daarvoor gaan we verbinding maken met verschillende sterren. Zie het als een soort van routemap dat we hebben om via de spiegeling van andere zielen eigenlijk iedere keer stukjes van onszelf terug te zien en terug spiegel te zien, om dan vervolgens weer te gaan integreren. Ja. Mooi. Wat kunnen we nog aanvullen bij deze reading? Dat 1, 2. Ja, dat is deze. Oké, die toch. Ik had deze uitgehaald en dan hoorde ik precies nee. Dan stop ik die terug en dan floept die er weer uit. Dus die zeker. Wat krijgen we? We krijgen Guardian. Dus terwijl dat je op het pad verder loopt, terug naar je blauwdruk, terug naar je ziel, terwijl dat je doorheen die transformatie en bewustwording gaat, is het belangrijk om jouw energie te gaan beschermen. Je werkt samen met jouw beschermengelen, werk samen met de universele vlammen. Ik heb ondertussen ook een serie gemaakt over de vlammen. Je kan mijn boek ook lezen. En als je nog verder daarin wilt leren en mee werken, dan kan je natuurlijk ook het traject volgens zelfrealisatie vanuit de hart gaan bewust zijn. Want daar krijg je sowieso ook 7 transmissies die overheen, die eigenlijk verbonden zijn met de 7 fasen van ascensie, dus van bewustwording, verbonden zijn met de 7 zielslessen dat wij doorheen gaan om uiteindelijk terug te keren naar die eenheid. Maar dus terwijl je bezig bent en terwijl je eigenlijk aan het transformeren bent, is het belangrijk om je energie te focussen op jezelf en om je energie te beschermen. En dan wil ik mee zeggen dat wanneer dat je naar buiten gaat, wanneer dat je met mensen gaat gaan verbinden, dat je heel, heel, heel bewust omgaat met wie verbind ik mij. En dat is zeker, zelfs zeker, dat is ook een oefening dat ik vaak geef aan klanten die één op één met mij samenwerken. Van noteer na elk contact dat je gehad hebt met een bepaalde persoon hoe dat je je voelt. Voel je je uitgeput of voel je je weer verjongd, energized, heb je weer energie bijgekregen? Want dat gaat heel duidelijk jouw patronen laten zien. Dat kan zijn rond plaatsen zelfs, dat kan zijn rond werksituaties, maar ook heel en zeker bij personen. Dus wees daar extra bewust van. Want naarmate dat je meer en meer groeit, gaat die Kundalini, waar dat ook een 22-kaart is, ik ga het zo vast horen, waar ook een 22-kaart is, gaat meer en meer eigenlijk die Kundalini doorheen jouw lichaam gaan stromen. En hier zie je het als kleine vlammetjes overal op de punten, op ruggenwerf van zo helemaal overheen het hoofd. Maar eigenlijk gaat het gewoon van voor en van achter gewoon constant op en neer. En dat is die levensenergie. Vaak denken mensen ook dat die Kundalini nog niet actief was, maar dat is wel zo. Maar het grootste verschil is, door het feit dat je gevoeliger wordt, ga je daar ook veel bewuster mee omgaan. En ga je dat ook op een bewustere manier kunnen gaan gebruiken via jouw seksuele energie, want dat is ook verbonden met die Kundalini.
Dus naarmate dat je ook verder in dat proces gaat, door onder andere in die relatie met die soulmate te zijn, ga je veel meer je eigen passie gaan kunnen ontrafelen en gaan voelen. Ga je weten wie dat jij bent en wat dat jouw passie voor het leven brengt. En dat gaat dan weer die activaties verder brengen, nog een stuk dichter en dichter bij jezelf. En dat was een kaart die zeker moest zijn, en dat is meditatie. En zoals je kan zien, de ronde staat Improvements require persistence. En dat is ook zo. Wanneer dat je leven wil gaan verbeteren, dan gaat het niet na één keer lukken. Met veel geluk misschien wel, maar vaak is het zo dat we meermaals tegen dingen aanlopen om dingen te gaan transformeren. Hoe vaak is het niet zo dat ik tegen klanten wel 100 keer, oneindig veel keer dingen mag zeggen, totdat het uiteindelijk volledig ook valt, totdat ze het volledig ook kunnen graspen en grijpen in hun energie. Want het is één is dat je het hoort en één is dat je het weet, maar het is nog iets anders om het dan te integreren en zo van daaruit eigenlijk je leven gaan vorm te geven. En dat is oké. Okay. Dat hoort nu eenmaal bij dat proces. Het gaat niet het zo gemakkelijk zijn dat ik gewoon alles wat ik weet in een flesje kan bondelen, of zeg je dat? Bottelen, dat was het. En dan gewoon gaan verkopen. Maar jammer genoeg werkt het niet op die manier. Dus meditatie. En van mij hoef je zelfs niet bewust 20 minuten elke dag op een mat te gaan zitten in lotushouding of hoe dat je dat ook heet. Nee, meditatie is voor iedereen anders. Bijvoorbeeld, ik ga heel zelden, het gebeurt, maar heel zelden, bewust gaan zitten en echt gaan mediteren. Wat ik vaak doe, is mij wel 20 minuten leggen, bijvoorbeeld op mijn chakti-mat of gewoon hier in mijn zetel, met muziek in mijn oren of een rustige meditatiemuziek. En dan laat ik gewoon, roep ik die vlammen aan en laat ik die door me heen komen. En de dingen die ik ontvang, dat is omdat op dat moment daar nodig voor is dat ik die informatie ontvang. Maar het geldt ook om, bijvoorbeeld in de loop van de namiddag, en ook dat gaat voor iedereen weer anders zijn, maar om bijvoorbeeld in de loop van de namiddag gewoon 20 minuutjes. Gewoon 20 minuten op je bed te gaan liggen en je mind, jouw gedachten te gaan verstellen. Dan gaan we eens kijken. Wat kan een tweelingvlam die een ziels soulmate connectie zet op dat moment, wat kan die doen om nog meer naar terug te keren naar liefde en eenheid? Dat zijn kaarten die ik zelf gechanneld heb. Ik ga ze even doen. Dat is terug naar eenheid en liefde. Als je dat wenst, dan kan je die ook zelf aanschaffen via een linkje hieronder aan de video. Dat zijn boodschappen die in dit geval, voor dit deck, die helpen om je te ondersteunen in dat proces terug naar eenheid, terug naar die liefde. En echt een tool in jouw bewustwording. En zoals dat er ook heel veel dingen zijn. En voor het tweelingvlampad of boodschappen te ontvangen voor de mannelijke energie, vrouwelijke energie, is dat eigenlijk echt bedoeld om boodschappen te ontvangen vanuit je hoger zelf, vanuit je team, zodanig dat dit voor jou op dit moment behulpzaam is en jou vooruit brengt. De eerste boodschap is: liefde is een mysterie. Probeer het niet te verklaren. Voel en wees liefde. Dus jij bent liefde. We zijn allemaal als liefde hier. Als liefde geboren uit de bron en we zijn nog altijd liefde, alleen zijn we het vergeten. Kies eerst jezelf, eer wie je bent en geef jezelf liefde. Dat is hetgeen dat we daarnet ook gezegd hadden. Een van de zaken dat we altijd vaak met tweelingvlammen, als tweelingvlammen en zielsconnecties gaan helen, zijn die stukken rond afhankelijkheid. Want wanneer dat je dat moet enkel alleen puur maar helen met je tweelingvlam, dan is dat super pijnlijk. Dus vaak ga je al stukken geheeld hebben met een soulmate, met een zielsconnectie, vooraleer dat je het gaat ervaren met je tweelingvlam. En hier, dat is ook dan weer van toepassing. Kies altijd eerst jezelf. Doe de dingen die goed voelen voor jou. En eer wie dat je bent. Geef jezelf die liefde die je eigenlijk wilt geven aan je tweelingvlam, of aan die soulmate, of aan wie dan ook. En dan pas ga je ook zien dat het voor ieders hoogste goed ook allemaal verloopt. En op avontuur gaan omvat ook het ervaren en nemen van risico's. En dat is ook zo. Je kunt geen dingen leren en die magische, onvoorwaardelijke liefde ervaren als je niet bereid bent om die stap in het onbekende te nemen. Nu hebben we boodschappen van de universele vlammen. Ik heb daar twee delen van.
En dat zijn ook orakelkaarten. Dus dat is deel 2 en dit is deel 1. Dan ga ik ook boodschappen uit meegeven. Ook die kan je gewoon aanschaffen en helpen in jouw eigen proces. Of als hulp of als tool, of hoe zeg je het, in jouw eigen proces. Kies altijd voor emotionele vervulling. En dat is ook zo. Dat is de reden waarom dat we alles doen. Dat is de reden waarom dat we dingen najagen, als het ware. Je geeft je leven vorm met je gedachten. Ja. Als je mij al een tijdje volgt, dan ga je ondertussen al geleerd hebben en ga je daar al veel meer bewust van zijn. Wil je daar nog veel meer over leren, dan raad ik je aan om de stukken rond die ik gecreëerd heb rond manifestatie. Dus de videoserie Inzichten met betrekking tot manifestatieproces en dan de training Manifesteren met Elementen. Want daar ga ik nog dieper in over die kracht van gedachten. Zitten er ook codes in om jouw manifestatiekracht echt te gaan activeren, te gaan optimaliseren? En leg ik je uit waarom dat zo belangrijk is om heel bewust daarmee om te gaan. Wees bewust van je emoties, maar laat je niet misleiden. Dat is ook een hele moeilijke, wat ik zie ook bij klanten, omdat het moeilijk is. Oei, mijn microfoon, ik vergeet altijd dat ik mijn microfoon aan heb. Sorry daarvoor. Maar dus, het is een moeilijke om emoties te onderscheiden die voortkomen uit een oud patroon, omdat zodanig ingebakken zit in je systeem en in je gedragingen. Of emoties die voortkomen vanuit je ziel en eigenlijk bedoeld zijn als een soort van leiding. En dat is hetgeen dat de reden waarom dat de meeste mensen één op één met mij samenwerken, omdat er daar ook wel 24 op 7 WhatsApp-begeleiding is. En ze constant kunnen intunen van, dat is hetgeen wat ik voel, klopt dat? Zit ik nog goed? Of is het eerder vanuit mijn ego, vanuit angst en vanuit controle? En dus, maar hoe meer je daar bewust van bent van je emoties, hoe gemakkelijker dat je ook gaat zien van hoe het ego zo subtiel probeert toch die controle te nemen en probeert dingen te gaan teweeg te brengen waar we eigenlijk gevraagd worden om nog meer in die overgave te hebben. En dan een extra, neem rust om alles wat je geleerd hebt te integreren. Ja, zeker, sowieso. Nu ook die komende week, zeker nog tot half juni en iets nadien zelfs, ik zou het bijna zeggen de hele maand. Neem rust wanneer je voelt dat nodig is, want met de verschillende planeetstanden worden we zachtjes geduwd. En ik zeg zachtjes, maar eigenlijk zal het misschien niet bij iedereen even zachtjes zijn. Om die laatste schaduwen, en de laatste schaduwen, dat hangt er ook vanaf van waar hij zit in je proces. Maar om schaduwen dat we moeten aankijken, om die echt aan te kijken. En om echt eerlijk te worden met onszelf, van waar dat we onszelf tegengehouden hebben. Waar dat we onszelf nog altijd klein houden. Waar dat we onszelf goed genoeg geven. In plaats van dan eigenlijk gewoon het fantastische, magische, superveel wel in. Oké. Andere boodschappen nog van de universele vlammen. Onvoorwaardelijke liefde van de bron stroomt door je energiesysteem. Wees dankbaar. En dat is ook zo. Jij bent onvoorwaardelijke liefde. Dus is dat heel logisch dat die constant door je heen stroomt. En niet onbelangrijk, deze uitdaging, en dat zal voor iedereen ook anders zijn. Maar deze uitdaging maakt deel uit van de donkere nacht van de ziel. Betekent dat dan dat jij nu weer al door de donkere nacht van de ziel heen gaat? Ja, dat kan zijn, want er zijn verschillende fasen. Dat is iets wat, ook, wat dat ik ook uitleg in het traject zelfrealisatie, waar hij leert werken met die universele vlammen. Zo, dat was het voor deze video. Ik hoop dat je weer inzichten mocht ontvangen, dat je iets bijgeleerd hebt. En mocht je interesse hebben in een individuele reading, die veel uitgebreider is dan deze natuurlijk, en echt specifiek gericht is op jouw energie, dan kan je die ook reserveren via de linkjes hier onderaan in de video. Want ik merk dat ik inderdaad veel meer nog mag mensen en moet, mag. Moet niet, maar moet, mag eruit vooruit doorgestuurd worden, ik ga het zo zeggen, door mijn team om mijn channelende gaven te gebruiken voor mensen die inderdaad een reading willen. Dus als je dat wilt, dan kan je die reserveren via de link hieronder. Zo, dat was het en ik zie je in de volgende. Dag!